Hallo Pokévrienden, of moet ik eigenlijk zeggen Yu-Gi-Oh! Vrienden deze keer. Normaliter doen wij Pokémon unboxings op deze channel. Nou ja, normaliter, vrijwel. Alleen in het verleden heb ik nog wel eens een Yu-Gi-Oh! Videootje geplaatst als het gaat om de Blue Eyes deck en de Dark Magician deck. En deze keer heb ik iets van Yu-Gi-Oh! Om te unboxen, want wat heb ik dit keer kunnen bemachtigen? Hij is recent uitgekomen, de Yugi's Legendary Dex Box. Nou, voor degenen die bekend zijn met de anime-serie Yu-Gi-Oh! En de game. Dit doosje bevat eigenlijk alle decks die Yugi gebruikt heeft in de serie. En dat kun je hier eigenlijk een beetje zien. Yugi heeft een Exodia deck. Nou, daarin zitten dus alle drie de gold cards. Yugi heeft in de Battle City Saga ook een deck gebruikt. En daarin zit de welbefaamde Red Dark Magician in. Red Dark Magician is natuurlijk gebruikt door Arcana en niet door Yugi. Maar is wel een heel gewilde kaart. En je hebt Yugi's Gadget Deck. En om een lang verhaal kort te maken. Yugi heeft natuurlijk twee persona's. Yugi Moto. En natuurlijk Yami Yugi, oftewel de Pharaoh Atem. Nou, en bij deze twee moet je meer denken aan Atem. En dit is natuurlijk van Yugi Moto zelf, dit deck. Dus we gaan zo lekker kijken hoe en wat er allemaal in zit. En hoe de decks in elkaar zitten. Het verschil natuurlijk met Pokémon is... Pokémon is een echt collectebolletje. Je kan ze collecten, de kaarten. Daar is het vooral op gericht. En natuurlijk is er ook een playerbase voor. Maar bij Yu-Gi-Oh! Is het net omgedraaid. Yu-Gi-Oh! Is erg competitief. Kan je ook verzamelen. Maar Yu-Gi-Oh! Is vooral gebaseerd op competitiespel. Dus... laten we gewoon gaan kijken hoe dat de box eruit ziet. We gaan hem openmaken. En ik heb hier lang naar uitgekeken. Er zijn wat mensen die weten van mij dat ik al heel lang zoek naar de Red Dark Magician. En op basis ook van de Dark Magician deck die ik al heb. Daar gaat hij alweer. Dus ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik vind de doos ook echt wel heel gaaf. Als ik heel eerlijk mag zijn. En daar gaan we. Spannend, 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 spannend. En ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar het begint nu net lekker te regenen buiten. Dus excuses als jullie dat horen. Kijk eens, kaartjes. Nou, we hebben hier natuurlijk de Exodia kaarten. Die erbij horen. Oh, ik heb er nou wel zin in, jongens. Oh, we hebben hier de Magnetic Warrior. Geweldig. En de Dark Magician of Black Chaos. Oh, ik word nu al hype. En hier zitten natuurlijk ook wat mooie kaartjes in. Ik ga eerst de decks bekijken. Ik wil nog één keer de achterkant zien. Heerlijk dit. Super. Oh, wat leuk. We gaan eerst de decks bekijken. We beginnen met Exodia. En wat is dit toch mooi om in je handen te hebben. Echt super chill. Ik zag ook dat recentelijk de support voor de gold cards uitgekomen zijn. Dus voor de Yu-Gi-Oh! Fans onder ons. Die al jaren zitten te wachten op support voor Slifer en voor Obelisk. Die zijn uitgekomen. Dus mocht je dat willen hebben, dan kan dat zeker. Nou, zoals je ziet, Exodia. En alles is holo. Alles is foil. Oh, wat goed. Blacklusted Soldier, Envoy of the Beginning, een normale Dark Magician, Dark Magician Girl, Gaia, Summoned Skull, Curse of Dragon, Catapult Turtle, Celtic Guardian, Winged Dragon, Guardian of the Fortress, een Feral Imp, Beaver Warrior, Griffer, Mystical Elf, Giant Soldier of Stone, Mammoth Graveyard, natuurlijk Kuribo, Monster Reborn, Swords of Revealing Light, Mystic Box, Brain Control. Och, wat is dit nostalgie. Monster Recovery, Spell Shattering Arrow, Horn of the Unicorn, Mystical Moon, Burning Land, Multiply, Detonate, Makyu the Magical Mist, Polymerization, Blackluster Ritual, Mirror Force, Magical Heads, The Eye of Truth, Shift en natuurlijk Gaia the Dragon Champion. Dit is het Exodia deck. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind deze vijf toch wel echt heel gaaf om te hebben. Ik heb ze al, alleen niet foil, uit een andere set. Dus dat is wel heel tof. Gaan we naar dit mooie dekje.
En ja, dat is natuurlijk wel een beetje een ander videootje. Normaal ben je aan het poelen en hoop je dat je kaarten poelt die je nog niet hebt. Nou ja, bij deze ben je dus gegarandeerd van alle kaarten die op de doos staan. Dus dat is wel heel mooi. En ja, weet je, dit brengt me echt terug naar de tijd dat ik ook zelf nog flink wat Yu-Gi-Oh! Speelde. We hebben Valkyrian, de Magna Warrior. En daar is die hoor, de Red Dark Magician. Och, die zoek ik al zo lang. Een Alternative Art, Dark Magician Girl, Swords of Revealing Light, Mirror Force, Buster Blader, Archfiend of Gilfer, Jack's Knight, Queen's Knight, King's Knight, Baphomet, Gazelle, the King of Mythical Beasts, Alpha the Magnet Warrior, Beta the Magnet Warrior, Gamma the Magnet Warrior, Big Shield Gardner, Vekaribo, Monster Reborn, Dark Magic Curtain, Thousand Knives, Magic Formula, Magical Dimension, Diffusion Wave Motion, Double Spell, Ectoplasmer, Soul Taker, Pot of Greed, Card Destruction, Exchange, Monster Recovery, Polymerization, Diffusion, Multiply, Magical Heads, Magic Cylinder, Spellbinding Circle, Light Force Sword, Chain Destruction, Soul Rope, Tragedy en Chimera, the Flying Mythical Beast. Och. Ja, super, super chill. Dit is echt gewoon, als je een Yu-Gi-Oh! Fan bent, je bent fan van de serie en je bent vooral fan van Yugi/Atem, dan is dit een must-have. Dit is echt een must-have. Oh, hier word ik zo vrolijk van. Wat ik al zeg, ik koop niet heel veel Yu-Gi-Oh! Eigenlijk alleen maar support voor de decks die ik nog heb. En dat is Blue Eyes en Dark Magician. Daar komt niet heel veel support voor uit. Maar met deze collectie, ja, dit hoort er zeker bij. Magician of Black Chaos, Dark Magician of Chaos. Zo zie je, er is altijd een verschil. Silent Magician level 8. Dark Magician, Gold Sarcophagus, Gendora the Dragon of Destruction, Silent Magician level 4, level 7, level 5, level 3, Dark Magician Girl, weer een alternative art, Buster Blader, The Tricky, Jack's Knight, Queen's Knight, King's Knight, Green Gadget, Red Gadget, Yellow Gadget, Skilled Dark Magician, Skilled White Magician, Blockman, Marshmallow en Karibo. Dan gaan we weer naar de Spell and Trap Cards. We hebben Monster Reborn, Swords of Revealing Light, Card of Sanctity, Polymerization, Dark Magic Attack, Magicians Unite, Dedication Through Light and Darkness. We hebben Black Magic Ritual, Tricky Spell 4, Emblem of Dragon Destroyer, Marshmallow Glasses, Mirror Force, Magician Circle, Shattered Axe, Stronghold the Moving Fortress, Miracle Restoring en Dark Paladin. Oh, ja, hier word ik echt zo vrolijk van. Dit doet mijn jeugdhartje sneller kloppen. We gaan nu kijken wat hierin zit. In dit mooie pakje. Want er zitten wat historical cards in, werd er gezegd. We hebben nog een Electromagnetic Turtle. We hebben nog een Dark Renewal. Black Illusion. Een Slifer the Sky Dragon, Obelisk the Tormentor, The Winged Dragon of Ra, Set Sail for the Kingdom, Duelist Kingdom, Glory of the King's Hand en natuurlijk een token. Dit is echt straight from the series, echt recht uit de anime. En ja, wat ik zeg, dit is echt heel mooi om in je bezit te hebben als je een hele grote Yu-Gi-Oh! Fan bent. Dus ik zou zeggen, wil je het hebben, bestel het bij je local store, bestel het via internet. En ja, laat het vooral niet liggen. Dit is echt een must-have, wat ik al zei voor de Yugi-fan, voor de Atem-fan. Met name natuurlijk Exodia springt erbij wel uit. De Red Dark Magician, die je hier natuurlijk ziet. De Magician of Black Chaos, die natuurlijk echt zo gewild was in het aller begin. Dat het toen de anime zijn intrede maakte. Ja, en luister, de gold cards, dat is en blijft natuurlijk een van de dingen die je als Yu-Gi-Oh! Fan wilt hebben. En ze zijn dus weer uitgekomen. En het is nog een limited edition ook. Dus grijp je kans. En het mooie ook natuurlijk bij de gold cards is dat ze een andere kleur hebben aan de achterkant. Wat ze echt authentiek maakt. Dus ja, wat ik zeg, grijp je kans. Laat ze vooral niet liggen en haal ze op.
Ik raad het absoluut aan. Het kost je €30. En voor €30 heb je zeker wat tofs in je bezit. Voor deze dus een kleine Yu-Gi-Oh! Unboxing. Mocht ik nog wat vaker aan Yu-Gi-Oh! Spullen kunnen komen die me interesseren, ga ik dit vaker doen. Maar voornamelijk zullen we natuurlijk op Pokémon content zitten als het gaat om unboxings. Maar ik heb meer plannen voor dit kanaal, dus dat hou ik nog even voor me, maar dat komt vanzelf. Voor nu bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat de interesse van de oude Yu-Gi-Oh! Fans een beetje gerekindeld wordt door dit. En ja, ik zou zeggen tot de volgende video, wanneer we gaan knallen met, jawel, Chilling Rain!